Er kwam een man met langdurige pijnklachten voor intake bij mij. Naar aanleiding daarvan heb ik op het bord middels woorden en tekeningen uitgelegd wat er volgens mij aan de hand is met hem. Hij knikte instemmend dat hij het begreep, naar mijn idee. Naar aanleiding daarvan hebben we de vervolgafspraak besproken of hij had begrepen wat ik had uitgelegd. En toen kwam naar voren dat hij niet kon lezen en schrijven en de informatie niet had begrepen. Ik denk dat ik in het vervolg nog beter zou letten op de non-verbale communicatie. Het instemmend ja knikken. Het zegt niet dat de boodschap is overgekomen. Nou, ga er niet van uit dat je patiënt kan lezen of schrijven. Het is eerst belangrijk om in te schatten wat het niveau is van je patiënt om aan te sluiten bij je patiënt.